Joppe Mennis. Minder minuutjes in de mos. En daar, bam! Hij is vertrokken. Khalil Amal. Marijn Ververs, hij moet gaan schieten nu, want de tijd is op. En hij schiet binnen. En ze staan voor. Van Bree. By the way, jumper en scoren. Mooi. Met zijn aanval. Natuurlijk ga je heel veel druk zetten. Ja. Waardoor Gardner gaat van heel ver knallen. En binnen. Rick, kijk. Ja, ja. En ze hebben er al een paar jaren tegen gespeeld. Dus. Jefferson. Losgekomen leider Luc van Bree. 10 punten is de topscorer. Van Rossum zoeken. Damien Jefferson. Ja, bam. Ja. Er zijn nog zekerheden. In verdediging. En een balverlies opnieuw. Ja. 3 tegen 1. Joppe Mennis, de score. En Groos die zit daar helemaal vast en leidt een nieuw balverlies. Ja, ja. Weer meerderheidssituatie. Jefferson, de score. Damien Jefferson. Hij gaat Tas aanvallen en scoren. De eerste score van Leiden. We hebben er 5 minuten bijna moeten opwachten. Roland Schaftenaar. Jones, ja. Afgeblokt. En Schaftenaar, dan lepelt hij hem binnen. Ja. De coach van Leiden heeft Duco Bos hier met de bal tussen de lijnen gebracht. Ja, kijk. Goeie paas van Schaftenaar, hoor. Ja. Maar ik denk dat hij ergens wel, ik denk toch dat Jurgen ergens een punt heeft. Hè? Ja, ja. Dus je moet beginnen met elke ploeg die momenteel in eerste klasse speelt. Maar je moet wel kunnen kijken naar waar je streeft. Schaftenaar geblokt door Buisgaard. En Sam van Rossum die weet dat Schaftenaar niet zo snel is. En je moet de bal wel in het veld krijgen natuurlijk. Schaftenaar, ja, die gooit hem dan gewoon weg. Lange bal, goed gedaan. Buisse die dat goed leest. En netjes meegeeft met Servaas Buisgaard. Luc van Bree, bal kwijt. En nu wel, denk ik, Damien Jefferson. Bam! Einde van het verhaal. Voilà. Sam van Rossum die naast de bal gerabbelde eigenlijk. Deze is wel raak van Gardner. Weer zo'n bizar shot. Oh, Bos. Had bijna kunnen scoren, maar mist dan de aanpak van de bal. 75-68 winst.